En een hele goede middag allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Het is vandaag 29 juni. Dit is vlog nummer 15. Vandaag ben ik blij, maar dat ben ik altijd. Vandaag is de plaat Life to Love van Recline, geen idee. Sander de Groot heet die, ik ken hem alleen als Sander, uitgekomen. En dat is een hit, dat is een hit. Dus wat jullie moeten doen, is hem eventjes hier beluisteren. Dankjewel. Hey Klaske. Hey. Hoi. Mensen, dit is Klaske. Hi. Ik heb met haar een auto gekocht ooit. Of in ieder geval haar helpen auto kopen. De Volvo, tuurlijk. Ja. Hè, Volvo. Maar zij heeft een Facebookpagina. Mm-hmm. En die moeten jullie allemaal even gaan liken. Het zoet. Voor hier? Mensen die de samenleving laten stralen. Het is een magazine. Ja. En we gaan allerlei leuke evenementjes doen. Dus het wordt echt een platform en een podium voor mensen die de samenleving laten stralen. En dus iets anders willen, iets nieuws willen. En op een vrolijke, krachtige, positieve manier in het leven staan. En denk aan, als je voor september liked, maak je kans op een geweldig zoet cadeautje. Er zit wel suiker in. En volgens Erik is dat vergif. Maar dat maakt niet uit. Ik doe niet aan suiker, maar alleen emotionele en mentale suiker. Wordt wel een beetje een reclamevlog zo, want ik ben alleen maar reclame aan het maken voor iedereen. Maar dat maakt niet uit. Het is wel gezellig. Timing is cruciaal! Wow. Er wordt hier net een grap gemaakt, jongens. Niet normaal! Nee, maar ik vind altijd gewoon een beetje slap ouwe hoeren tussendoor, weet je wel. Dat is compensatie tegen het stijve gedoe. De woordspeling van de dag. Wie gaat de woordspeling van de dag doen? Willet! Nee. Goed, Joran doet de woordspeling van de dag. Wacht even eten. Het is 5:30, jongens. Ik moet om 5:00 thuis zijn. Oh. Zo, die pindakas, dat moet ik best, hè? Ja, blijf ze lekker tegen je hemel aan plakken, hè? Nou, heerlijk. Ja. Oké, stel, je hebt een wedstrijd, heb je meerdere etappes, bent klaar met sporten, ga je eten, etappen. We moeten dat wel in een bar doen, hè, want dan kun je eten tappen. Nee, dat is niet grappig. Maar goed, het is 5:30, we gaan naar huis, kom. Ja. Ja, ik wil jullie ook best opsluiten. Blijven ze gewoon staan, hè, die landballen. Dat is altijd zomer. Dat is zo vervelend als je zeg maar... Als je net hebt afgesloten en je moet ineens vanuit de donkere studio. Nou, valt het bij deze studio nog wel mee, want we hebben hier gewoon daglicht. Maar in de vorige studio. Oh, Joran is aan het aftellen. Ik moet de haast maken. 3,5. Oh, daar pas ik nog wel tussendoor. Oh, daar pas ik ook nog wel tussendoor. Kutje, fuck. Ja, mooi. Ja, we zitten. Wat ik wou vertellen is dat. In de oude studio dan had je niet alleen het zonlicht waar je aan moest wennen, maar ook het feit dat je gewoon een hele andere wereld instapte. Ik heb stiekem best wel honger. Eigenlijk moet ik zeggen trek. Ik zeg altijd honger. Maar ja, het is maar net hoe je het woord opvat. Dan ben ik altijd heel erg nieuwsgierig naar wat we gaan eten natuurlijk. Of het wel iets lekkers is. Maar ja, aan de andere kant eet ik dan toch alles. Omdat ik toch honger heb. Dus niet aan je neus krabben tijdens het vloggen. Niet aan je haar zitten tijdens het vloggen. Ik wou dat ik al thuis was. Oh, wacht dus. Daar kan ik voor zorgen. Komt-ie. 1, 2, 3. En toen waren we thuis. Dat is te gek zo. Dat werkt echt te gek. Gewoon een 30 minuten lang auto rijden, gewoon in één keer er doorheen. En ik vroeg me dus af wat we gingen eten. En dat gaat zij nu vertellen. Gebakken aardappeltjes, ja. Sla en ik geloof speklapjes van de barbecue. Tuurlijk, met dit weer ga je natuurlijk barbecuen. Natuurlijk. Dan zal ik jullie even onze barbecue laten zien. Kijk, dit is onze barbecue. Naar mijn mening. Niet eens een echte, maar dat maakt niet uit. Je kunt er wel piepers op bakken, dat kan dus normaal gesproken niet. Ja, op kolenbarbecue kun je geen pan zetten. Goed, ik had het net over zongedroogde tomaten. Mijn pa had het over... Zongedroogde onderbroeken! Too sexy for my love, love's going to leave. Ah, lekker ijsje. Want dat doe je met warm weer. Met warm weer eet je een ijsje. Mm-hmm. Samen met Meerte. Meerte is de ijskoningin. Echt wel. Dat is wat ik ervan maak. Mijn batterij is wel bijna leeg. Nou wordt van mij wel eens beweerd dat ik best wel autistisch ben. Ik zat net het ijsje te eten. Kwam ik erachter dat het wel meeviel. Ik zal even laten zien waarom. Kijk, dit is een poster. Hartstikke mooi. Kijk, en daar zit dus het ding. Kijk, want als we dan daar kijken, dat zit hij daar onder het beugeltje zit hij vast met dat elastiekje. En daar zit hij boven dat beugeltje. En dat is super irritant, want dat beugeltje zit vast. Kijk maar, want als je van deze kant kijkt, weet je of je kunt zien. Kijk, ze kunnen hem ook niet even naar beneden doen of zo, weet je wel. Dus dat is gewoon, dat klopt niet. En als we dan hier kijken, kijk, daar zitten ze wel allebei onder. Dus hoe moet die nou? Kijk, en aan de onderkant klopt het ook.
Dus ja. Maar verder gaat het gewoon goed met me hoor. Meerte zegt dat ik de andere kant op moet lopen. Volgens mij wil ze nou niet meer in beeld omdat ze bang is voor schut te lopen. Ja, echt hè? Ja. Voor de eigenaren van honden die wat kunnen lezen, dat schrijven ze dus tegenwoordig met krijt op de vloer. Hoef je het niet eens meer te roepen. Oh, schommels! Ja, zit mijn geheugen niet vol, is mijn batterij wel leeg. Jammer, ik kan er wel een aantal meer dingen die ik jullie wilde laten zien. Goed, dat komt dus de volgende keer. Voor nu maak ik een einde aan nummer 15. Ik maak een einde aan vlog nummer 15. Doe even een duimpje omhoog. Druk even hier op de abonneerknop. Druk daar maar. Doe maar. Je kunt het. Druk maar. Daar. Goed zo. Juist. En tot ziens. Tot de volgende. Tot morgen.